partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en ons huis Reuver. Welkom terug bij Limburg vandaag. Ja, gisteren was de première van Mifien Mamselke. Mamselke. Okay. Ja, dat is mijn stress. Ik op het tweede... Vergeef me. Wel natuurlijk. Ik vind me shit professor Higgins nu. Ja, de musical My Fair Lady op de bank. Peter Noten en Erik Jaspers. Een van de acteurs doet het stuk. Grote rol trouwens, hè? Ja, een van de... grote rollen. Ja. Ja. De My Fair Lady, een van de meest bekendste musicals ter wereld. Een iconische musical, nog altijd. Wat eigenlijk de begin van, laat ik zeggen, de musicals die langjarig lepen. De Broadway-versie heeft van 6,5 jaar gelopen. In Londen leep al 4,5 jaar. Leuk, kreeg je daar genoeg van. En nu, in feite, ja, hoeveel jaar geleden is dat? In 56 is er een première gegaan. En leuk, wil dat stuk steeds opnieuw maar zien. En de filmversie heeft 8 Oscars gekregen. Dus stilligens gaat veur. Dat is echt een iconisch ding. Ja, dus in 1978 is het ooit al in Maastricht geweest. Ja, nu 34 jaar later. Ja, Paar van Mieke dat toen geregisseerd, Huub. En ja, 34 jaar daarna doen we het opnieuw. Ik heb Huub als klein manneke toen gezien, wat toen 5 jaar oud. En ja. Ja, dat heeft me betoverd. En de winst was er al heel lang om het opnieuw te doen. En nu is de kans daar om het te doen. En, ja, maar was dat, ik bedoel, hoe zit het met de rechten? Dat is heel lastig. Daar kunnen we een filmversie van My Fair Lady. Ja. Een grote Engelse theaterproducent, Cameron McIntosh. De man achter de miserabele Phantom en allemaal dat soort dingen. Die heeft de rechten geblokkeerd. En we hebben echt heel lang moeten praten, onderhandelen. Tot zo in Amerika, waar die dan zegt, laat ze mijn streek kunnen gaan, maar gewoon. En vooral ook, tot voor het gans verhaal, naar de Maastrichtse situatie omgeschreven hebben. Mm-hmm. Dus tot, het is wel het verhaal van My Fair Lady, maar het is gans in de Maastricht van 1900 geverplaatst. En het gaat dan over, neem je een bloemenmeisje, wie in het origineel, maar over een moosweefje. Een meisje op de Meijerstijd van Maastricht, daar poer en kuul van kup. En op een avond loopt ze tegen een taalgeleerde aan. En die weet, ik maak binnen 6 maanden van een eenvoudig bloemenmeisje, een moosweefje, sorry, maak ik een fien mamzelke, een echte dame. Nou ja, dat is natuurlijk een experiment, dat gaat over vuil hobbels. En dan is het eenmaal liekend te lukken. Ik heb hem zus te liefde om de hoek kijken en ja... Dan gaat het wel allemaal anders. Ja, we hebben een heel klein stukje uit de film waarin we die rol zien. Een heel klein stukje. Want er werd natuurlijk veel in gezongen. Absoluut. Ja, nou, we gaan even kijken. The Lord above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but... With a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. Ja, Erik, toen de bus, ik hoop dat ik dit dan wel goed uitspreek, de Drekmaan. De Drekmaan, Laurent F. Bolle. Ja, want hoe is dit dan weer vertaald? Ik vind het zo leuk om die vertalingen te horen. With a little bit of luck in het Engels en in de Maastrichtse is het dan? Met een bittekie geluk. Ah, oh, kijk. We zitten korter op het origineel als de vertaling van Seth Gaikema. Want Tim moest het vertalen met als het even kan, ja dan. Ja. Bij ons is het met een bittertje geluk. Dat zuist tot Maastricht, af en toe, of sowieso Limburgs. Ik heb kort dat dekst bij het origineel als ze dat in het Nederlands gaan doen. En dat maakt het heel leuk. En sowieso de vertaling van Phil Dumoulin, Jan Koomans en Pa van Michalga, die is zo ontzettend goed gezet. De trouvaille totste van Blommemeisje in het originele Moonswijfje maakt. En dat gans in een tietkens verplaatsen, ja, dat is heel chic gedaan. En Erik heeft een moordrol, ja, de rol moet iedere keer mee van Drump, dat hij ooit van zijn leven een keer mag spelen. Ja, want dat is ooit door Piet Bamberg gespeeld, door Joop Doderer. Ja. En nu door Erik Jaspers. En nu door Erik Jaspers. En hoe is dat? Ja. Hoe is die rol om te spelen? Spannend, uitdaging. Iedereen kent het origineel. Ja. En daarin was ze natuurlijk vergeleken. En we zitten nu in een tijd dat ze via moderne technieken YouTube, heel snel ja. kunnen ze zich tot zich nemen. En dan zien de lui al met een bepaalde vooroordeel, kun je niet noemen, maar met een bepaalde bodem, bepaalde voeding. Ja, een bepaalde standaard. Stond ze naar gekeken. Ja. En dan moest ik gewoon doen. Toen moest dat waarmaken. Maar ik maak me gelukkig prijzen tot voor de hand behoorlijk op elkaar hebben. Dus als het liedje begint te zingen. Ja, en de dans komt erbij. Dan is het dan de D-kant. En dan voelt ze de energie uit de zaal komen. En dat is priceless voor een acteur. Ja, gisteren de première gehad. Ja. Hoe worden de reacties na afloop? We maken dus gelukkig prijzen tot het publiek het schoon vindt. En vandaag krijgen ze de eerste recensies van die internetgezetten. Die zien al die flotte resten eigenlijk gezet. En die zien
positief. En dan denk ik bij mijn eigen, dat is, en dit is niet alleen maar blij met zien. Dat lui dit leuk vinden, dat ze het schoen vinden. Dat ze met lachen en dat ze avond ook een beetje met krieten. Want dat is ook de bedoeling van het stuk. Lachen en krieten. Lachen en krieten. En krieten is huilen in het Fries. Huilen, ja. Dat is jijken. Dat is het jijken. Hoeveel voorstellingen gaat je spelen? 13 in totaal. En voor ons nu 2 erop zitten, dus nog 11 te gewoon. Vanavond en morgenavond nog. En dan komen we voor december terug. Van eind tot met 9 december in het Theater van Friedhof. En hoe lang heb je aan gerepeteerd? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar en ja, dan één avond met, in de week. Dat begint natuurlijk met zeg maar de intakegesprekken. Voor wie gaan we het doen, wie krijgt welke rol. De muzikanten moeten gezeuk worden. Maar dit is met een live orkest, zit er mee? Ja. Live orkest, een heel koor. Gans koor. Het koor staat op de bühne, het orkest is te ver. En ik moet zeggen, ik heb veel met muziek te maken. Ik vind het briljant. Ja? Briljant, ja. En de acteurs, het zien... Ja, 37 maanden. 37 man, maar dat zijn dus amateurs. Allemaal amateurs. Allemaal amateurs. Amateurs die het allemaal voor de lol en plezier en het kleedje weer naar afloop doen. En dat, ja, dat is, ja... Want dat is niet te betalen. Nee, ik wil zeggen, want het is volgens mij al onbetaalbaar, toch? Het is heel, heel lastig. Het wordt steeds lastiger om zo te maken. En godzijdank krijgt ze nog wel hulp uit het bedrijfsleven en een beetje van de overheid. Maar ja, het merendeel komt toch goed de kaartverkoop. Dus ik hoop dat het veel leuk om te kijken. En tot vooral geneten van zo'n vuurstuk. Want dat is met leven gemaakt. En dat straalt er vanaf. En de passie en het plezier wat de spelers hebben, dat werkt wie een spiegel op de zaal. En dan heet de zaal ook wel plezier. Dat maakt gewoon dat ze 3 uur lang, want zo lang door de show, echt een leuke avond hebben. De lachs, de krits en de gast van boete met een gevoel van ik ken de ganse wereld rond. En het is niet alleen maar voor Maastricht en heren, toch? Nee, het is voor iedereen. Dan moest ik natuurlijk wel een beetje vuurkennis hebben van de Maastrichtse taal. Ja. Want er zitten uitdrukkingen in, spraakwijzen die uit het Maastrichtse gepakt zien, maar ook benamingen van straten, van pleinen, van lui. Van, ja. En noem eens een paar typische Maastrichtse dingetjes, een paar typische Maastrichtse words misschien, wat voor iemand anders moeilijk te begrijpen is. Een kanjelpiep. Kanjelpiep. Kanjelpiep, zeebor. Kanjelpiep is een regenpiep. En een zeebor is een vergiet. En een schotelsplaak. Ja, dat werd het. Ja. Maar het is ook de manier waarop het gezag wordt. Als ik bij wijze van spreken zie, het gaat ze beginnen. Hulp, al mijn bloemkulen in de praat. Ja. Dat is, maar het is natuurlijk eigen, het is oermestreeks. Iedereen die in Maastricht en helemaal imiteren. Ik moet Thomas nog komen kijken, want het is echt... Echt Maastricht opzien. Vanaf de grond af Maastricht, vanuit de tiende eruit getrokken. Oh, fantastisch. Maar ook de manier waarop het gespuild wordt en gebracht wordt, is Maastricht. Want zonder dat Maastrichtse gevoel krijg je zo'n productie niet op deze wijze over de bühne getrokken. Ja, dat is wel een Maastrichter geest zit er inderdaad in, ja. Echt een Maastrichter geest. Dat is in alle acteurs. Want ook in het decor heb ik begrepen dat je met hele grote projecties... Van de oude Maastrichtse beelden. Dus we hebben van het Regionaal Historisch Centrum Limburg hebben voor een aantal oude foto's boven water gehaald. En die worden geprojecteerd. En dan krijg je dus echt tot het uit Maastricht ingezogen wordt vanuit het publiek. En dat geeft juist een stukje authenticiteit. Giet kent iedere musical wel vertalen in het dialect. Maar dit maakt het echt authentiek. We hebben echt een Maastrichtstuk. Niet alleen tot het in het taal echt is, maar in het verhaal echt is, maar ook in de beeld. De uitvoering en hoe het op de bühne uitziet. En ja, dat. En zien overigens de decors en kostuums zijn preentjes. Dat is wat dat de loers zijn ogen uit. Eigenlijk gaat wat ze niet meer bij normale musicals te zien krijgt, dat krijgt ze bij ons nog wel te zien. Dus eigenlijk mogen we het gewoon allemaal niet missen. Nee, kom vooral kijken. Ja, wanneer? Wanneer kunnen we allemaal komen? Vanavond en morgenavond nog in het Theater van Friedhof. En dan van eind tot en met 9 december zien we nog daar. En kom loeren, kom lachen en af en toe een beetje krieten. Nou, en heb je genoeg zin om te komen eten? Ja. Ik moet meteen nog doen naar een theater. Ik wil een bolle zou zeggen, met een bittige geluk. Zit zo nog vooraan. Dat is de beste doe plaats. Doe ons door, doe ons door. Ja, ik vond het gauw weer... Ligt het vast niet? Ja, ik ben man en arm en draak, maar ik heb nog een hapje met. Ja, hey, heren, ja, doe blijf eten. Dankjewel, Peter, voor de toelichting. En heel veel succes. We hebben al een nieuw project. Dus ja, kom ik binnenkort wel even vertellen. Oké, dat is goed. Kom, we gaan eten. Want ik ben heel benieuwd hoe de wilde vis smaakt en hoe er is klaargemaakt. En natuurlijk, wat voor wien ze door die drinks. Wacht, ik gewoon hier staan. Want u hebt een hele speciale fles vast. Ja, klopt. We hebben een Eep 2 wijngaarden. Ja. Alle twee een 200 meter bij ons vandaan, van het restaurant vandaan. En ik heb nu gekozen voor de oudste wijngaard. Het is nu 8 jaar oud. Ja. En die maken prachtige eetwijnen. Ook in de zomerse wijn, wie doen met Chardonnay en Pinot Blanc. Maar ik heb speciaal deze. Dit is Cuvée des Amis. Dus het zei dat je mag ze alleen maar drinken met frung.
En het is met Chardonnay, Pinot Blanc en Auxerrois. Kijk eens, Edke niet wachten. Zal ik een beetje inschenken? Als er zijn album begon hier noemt, dan moest ze ook als eerste drinken, vind je. Dus ziet dat het een beetje een roestkleur heeft. Een beetje roeséachtig. Ja, dat kunt door de Fruburgunder. Fruburgunder is een rode wijndruif. Ja. Maar die doen ze dus, dat Duits gezet, dan wijs gepresst. Dus die doen ze de schillen niet met, met laten gisten. Heb ze hem al geproefd? Oh, we moeten even door de microfoon. Ik moet nog zingen. Ja, kom op, zeg. De meeste artiesten die zingen toch veel beter met een sloek op, of niet? Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Dat loopt ik een oetsenjering zijn dan. Dadelijk. Dadelijk, nooit zingen. Ja, doe mocht ze gast. Ja, mocht ze schenken. Ja. Ja, Ed. Een nu singlealbum heb ze uitgebracht. Ja, correct. Burgondiërs. Burgondiërs. Ja. En waarom Burgondiërs? Dus nou, zelf zo'n enorme Burgondiërbus? Nou, ik ben wel een levensgenieter. Mm-hmm. En ik denk dat het ook wel opgesloten zit in onze cultuur. We zijn allemaal Burgondiërs hier in het zuiden. Mm-hmm. Dus maar die cultuur is uitgebreid. Die vader kwam uit Jakarta. Ja. Hoe heeft dat die levens, of niet die levens, maar ook die muziekstijl bepaald? Nou, het heeft me zeker beïnvloed. Het heeft me zeker beïnvloed. Mede door het feit dat de pap altijd beroepsmuzikant is geweest vroeger. Mm-hmm. En er wordt ontzettend veel muziek gedraaid bij ons. Ja, de mam is Limburgse. Dus het wordt heel erg breed georiënteerd. En wat voor muziek loesterste toestaan? Nou, afgezien van de traditionele muziek, hè, uit Indonesië, Kroncong en Gamelan, wordt natuurlijk ook soulmuziek, blues, country. Ja, noem het maar op. Als het maar goed is. Als het herkomt. Het moet binnenkomen. Dat is belangrijk. Ja, hier neemt de heren, die zitten allemaal te drinken. Joachim, lukt het met de vis? Ja. 2 seconden. 2 seconden. Nou, dan mogen ze hem gewoon helpen. Ja, Ger. Doebus van origine, bus toe drummer. Ja. En dat zit geloof ik ook in de familie. Die vader was muzikant, doebus muzikant. En die zoon, die is ook... Is toch goed voorbereid. Ja. Die is ook drummer. Ja, die is ook drummer. Dat deed hij heel goed. Ja, want hij heeft in de prijs gewonnen, toch? Een Europese... Ja, is kampioen geworden van de Benelux. Hij had zijn eigen muziekshow al. En tummert heel hel aan de weg. Letterlijk en figuurlijk. Het is echt te gek om te zien. Maar dit is bij Uchthoes alleen maar muziek. Dankjewel. Alleen maar muziek. Ja, dat klopt. Ja, dat is onze voedingsbodem. Ja. En hoe? Doe ze zangerbus? Heb ze ook nog angerwerk? Ik heb nog een baan, ja, klopt. Heb ze nog een angerbaan? Maar zou ze fulltime van de muziek willen kunnen leven? Het moet niet meer. Ik heb dat wel gewild. Maar dat is dat stadium binnen gepasseerd. Ja. Dat is gepasseerd? Ja. Maar dat weet ze niet. Ik bedoel, misschien nu toch met dit... Deze nieuwe singles, je weet nooit wat er kan gebeuren. Ja, maar ik heb een fantastische baan en die zou ik nu niet meer willen weggeven. Oké. Okay. Ja. Ik ga heel even hier bij de heren kijken. Ja, je mag beginnen hoor. Ja, want Ed, hij moet nog zingen. Dat is misschien niet zo verstandig om nu al gaat proeven. Nee, maar dan moet zo gaan zingen. Doen we een afloop. We bewaren die borst. Tas toe. En ik denk, oh god, ik gooi hier alle glazen om. En ik ben benieuwd hoe het smaakt. De vis, Ed, we mogen alvast... Dat ze zelf niet doen. Ja, ik ga zo meteen nog wel gaan proeven. Eigenlijk een beetje van Ed. Ed, doe mocht alvast klaar gaan staan. Hij gaat voor ons zingen Limburg. En ik mocht nog een prijs weg gaan geven. Het hield niet op vandaag. Het is namelijk een stylingadvies. Ter waarde van €199. En het werd een cadeau gegeven door de Woonboulevard in Heerlen. Je moet dan naar onze lifestyle pagina gewoon op een button klikken van de Woonboulevard. En dan wist het zich vanzelf. En misschien wint jij dan wel deze fantastische prijs. Ja, Joachim, is het gelukt? Ben je trots op het resultaat? Ik moet zeggen, ik ben niet best wel... Ik ga even vragen hoe het smaakt. Ja, het is perfect. Ja, ik kom vaak in Zeeland en we eten de echte vis die we hebben. Maar het is echt subliem. Graag gedaan. Complimenten. Dank je. Subliem, nou, dat klinkt goed. Ja, 25 jaar geleden ben je ooit begossen en toen nog in de bediening. Ja, in de bediening. En inmiddels opgewerkt als chef-kok. Inmiddels als chef-kok, ja. Hartstikke fijn. Ja, we gaan lekker... Ik ga ook stiekem, als Ed niet kijkt, gaat van zijn borstje proeven. Ed gaat voor ons zingen. Ja, Ed, het is voor dich Limburg. Pst. Klein op de wat in die door, steest u in het land bekend, met vlaaiend taart en groot vertoon, en een zuidelijk accent.
de harmonium blooskapel, die gonnen me als het ware, Esther gaat te vieren is. De chatterie met zijn appel en de statige fanfare hebben hier geschiedenis. Altijd zal ik dich toch blijven bezingen in het dialect met trots en vleer. Het maakt ik niet uit waar anderen door van ven je. Ik heb dich toch zwaar geef. Hummel zal ik dich toch blijven behagen. Doe steeds voor mij op nummer 1. Doe zit voor hummer in mijn hart. Limburg alleen. Met een warme omgeving, heuvel af en heuvel op. Best hoe chic en authentiek. In mijn persoonlijke beleving, best hoe absolute top. Vol symboliek. En zwaar uniek ben ik in het boetelijnt, vul ik trots en chauvinisme, wil ik toch zwaar genoeg. Onlosmakelijk een band, het is echt automatisme, want ik voel me hier zwaar toe. Altijd zal ik dich toch blijven bezingen in het dialect met trots en vleer. Het maakt ik niet uit waar anderen van ven je. Ik heb dich toch zwaar geef. Hummel zal ik dich toch blijven behagen. Doe steeds voor mij op nummer 1. Doe zit voor hummer in mijn hart. Limburg alleen. Limburg alleen. Limburg alleen. Ja, Café met Limburg alleen, maar dat is natuurlijk Limburg vandaag. Jos van Rij is al dagen het onderwerp van gesprek met de verdachtwoord van het lekken van vertrouwelijke informatie en ambtelijke corruptie. En het NRC heeft net gemeld dat er tijdelijk is teruggetreden als senator, maar dit is nog niet officieel bevestigd, dus we wachten dit af. 20 maart jongensleden was er hier te gast. Toen ging het ook over de belangenverstrengeling met Van Pol en Erik heeft toen met hem een gesprek. Met u goed vinden wil ik eerst even terug gewoon. Ja, naar zichzelf. Want ja, dat is eigenlijk een Romeinse jong. Geboren en getogen, is de politiek ingerold. Men zei ook wel eens een keer, dat is de onderkoning van Romein. En dat verleden ze altijd vriendschappelijke relaties natuurlijk gehad. Heb ze ooit in al die jaren gedacht dat er eens een keer een integriteitsvraag gesteld zou gebeuren? Ja, altijd gedacht. Mm-hmm. Maar dat vind ik ook gaan niet erg. Ik heb altijd geer gehad dat er vergrootglazen op mij wordt gelacht. Ik leef in de glazen hoes. Ik moet alles transparant doen. Ik ben in 1998 hier komen werken, heb daar duidelijke aanspraken over gemaakt. In heel Nederland waren er geen aanspraken. Die hebben we hiertoe gemaakt. Maar wat het Dagblad de Limburg heeft gedaan, is een kruistocht. Die willen gewoon dat ik verdwijn. En daar maak ik natuurlijk grote problemen. Of daar heb ik grote problemen met. En daar zal ik me ook altijd tegen verzetten. Ja, eigenlijk was het tot de conclusie komen dat de politieke ruimte die ze altijd heeft gehad, al die jaren, die was redelijk groot. Dat de media er zich mee gaat bemoeien. In die zin, in dit geval de kranten, die zitten daar het vergrootglas dan op. Is dat eerlijk vanuit een positie als wethouder? Nou, ik heb er geen problemen met als men dat duidt. Want in 1999 is er een artikel verschenen van mij, een verschijn van belangenbestrengeling. En dat heb ik toen transparant uitgelachen, et cetera. En dat kwam eerder een paar jaar terug. Helemaal niet erg. De spiegel voorhaaien is ook niet erg. Alles wat in de krant stond, vorig jaar in oktober, was bij Dagblad de Limburger al meer dan 6, 7, 8 jaar bekend. Men wist van mijn vriendschapsrelatie.
De betreffende adjunct hoofdredacteur is vele malen bij het NBA-tentje aanwezig geweest. Je hebt dat altijd gemeld, et cetera. En dan is het vervelend, vind ik zelf, als een mens in de rug kreeg met suggesties. Houden ze een aantal hoogleraren bij. En die hoogleraren zijn de relatie met de werkelijkheid naar mijn mening totaal verloren. En dat heeft me het meeste pijn gedaan om suggestieve verhalen. Men kan schrijven voor mij wat men wilt. Ik heb een olifant uitgekregen, maar schreef wel de waarheid. Ik heb natuurlijk wel eens slechter geslapen, ja. Mm-hmm. Natuurlijk, omdat ik... ik kan overal tegen. Behalve tegen onrecht. Mm-hmm. En wat zit dan voor dicht dat onrecht? Dat is beschuldigingen die niet waar zijn. Mm-hmm. En dat heb ik het meeste vervelend. Kijk, als ik in een politiek debat een verschil van mening heb... wat ik dat in de Staten had, bijvoorbeeld als volksvertegenwoordiger met Gerd Riesen. Dan nog eens met aan de tafel zitten, drink ze koffie en de werk gebeurt verder. Zo heurt het. Maar als er iets werd gezegd waarvan men weet dat het niet waar is, dat vind ik veel erger. Ja, er is eigenlijk niks aan de hand en er is van alles aan de hand. En het gaat toch om hetzelfde rapport. Ook GroenLinks begint nu zich te melden in de gemeenteraad van Roermond met het signaal van ja, maar hoe kunnen zo'n één rapport tot zoveel nuances leiden? In de beschrijvende gedeelte... werd natuurlijk een zeer uitvoerige toelichting gegeven. En dan kreeg ze dus in de conclusies en aanbevelingen een compacte samenvatting, et cetera. Dus ik heb er wel begrip voor. Waarom? Omdat ze er al heel lang mee bezig was. Maar ik kan me ook voorstellen dat de gemeenteraadsleden, want die hebben er nog geen 24 uur, dan natuurlijk gaat anders tegenaan kijken. En vandaar dat het goed is dat er nu een schriftelijke vragenronde komt aan de commissie, aan het college, de raadsconferentie. En dan het einddebat op 5 april. Ja, we gaan nu naar de fase van de raadsconferentie. Heb je dan het gevoel dat je moet verweren tegen alles wat in dat rapport staat? Nee, daar zit je veel niet bij. Veel zijn het toehoorder. Mm-hmm. Dat is ook in het kader van het dualistisch systeem prima. De gemeenteraad is in het rapport ook aangesproken. Dus ik vind dat logisch. Mm-hmm. Maar we zullen dat wel natuurlijk maximaal faciliteren. Als men mij voorgesteld, krijgt men altijd een keurig antwoord. Daar hoort je ook geen kritiek op. Mm-hmm. Want ik doe in de gemeenteraad. Dat is het hoogste orgaan. Die heb ik altijd goed geïnformeerd. Dus altijd proactief. Daar let ik ook eerder een dag op. Dus daar staat ook een rapport niet van dat ik dat niet goed heb gedaan. Nee. Stel, ik spreek ook over een jaar. Zou je dan dat jaar anders hebben gehandeld dan de jaren ervoor? Of de heer Van Rij, blieft de heer Van Rij. Dat zit in het beestje. Nou, laat het de heer maar weg. Nee, kijk. Ik heb heel veel onderzoeken gedaan. In de Tweede Kamer. In de Provinciale Staten. En ik heb die onderzoeken altijd gedaan, niet omdat het barbertje moet hangen, maar voor lessen trekken voor de toekomst. Mm-hmm. Ik trek hier ook lessen uit. Ik denk dat de afspraken die in 1998 gemaakt zijn, in 2002, in 2006 en 2010, dat die in het vervolg transparant openbaar moeten worden. Nu is dat in een klein groepje. En dat groepje wordt er gevolgd. Zit je het er mee eens, et cetera? Ik denk dat ze dat aan de raad moest melden. Dus ik heb er ook van geleerd. Maar dat vind ik ook geweldig. Want stel voor dat we van onderzoeken niks zouden leren. Dan zou er in de lijn tientallen miljoenen per jaar worden weggegooid. Tot slot, kunt je het dossier als mens Van Rij ooit sluiten? Ja, ik kan goed relativeren. Behalve als onrecht is. Want dan krijg je me nog een hele vervelende. Dus het onderzoek ligt er nu. Maar het onderzoek waarom dat nu is gebeurd... Daar ga ik zelf met verder. En dat zal ook in mijn boek, waar ik mee bezig ben, in ieder geval duidelijk worden. Jij het optekenen allemaal wat er gebeurd is. Ik ben al op het tekenen vanaf 8 september 2010. Voor dat idee ik dat ook al, maar niet te veel. Maar nu, wat ik eerder een dag metmaak, dat is En op welke geweldig. Pagina zit je in het boek? Wat bleef? En op welke pagina zit je in het boek? Nee, zo bied ben ik dat niet. ik denk dat ik al stof heb voor hongerpagina's. Maar het geeft natuurlijk om te zorgen dat ze dan ook... beknopt, begrijpelijk, allemaal brings, et cetera. Mm. Dus het wordt niet een boek over de harde politiek, maar wat er allemaal omheen gebeurt. Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat mijn gasten van deze situatie vinden van Jos Van Rij. Vind jij dat er zomaar te aftreden? Ja, ik denk het wel. Ik denk als er zo vaak al zoveel commotie is geweest rond jouw persoon, ja, dan is er maar één mogelijkheid, dat je de eer aan jezelf houdt en terugtreedt. Ja. Ja, we wachten af. We blijven ook natuurlijk wel met het nieuws op de hoogte houden. Ja, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgen is Frans Kronenberg hier te gast. Hij namelijk net een nieuw album uit. Het heeft er gisteren gepresenteerd met allemaal Freddy Breck repertoire. Dus ik hoop dat je allemaal weer kijkt. Tot morgen. Heren, proost. Nou, dat noemen ze zich dat we geen begonnen hier zijn. Proost.
Proost. Proost. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Onthuis Reuver.